Handhavingsbeleid voor koersontwikkelingen moet aangestuurd worden door criminologen. Dit stelde jurist Anton Karre gisteren bij een paneldiscussie over koersontwikkelingen in de congreshal. De rechtsgeleerde geeft aan dat de juristen niet de geschikte mensen zijn die handhavingsbeleid in place kunnen zetten. Er is eerder een vraag gesteld over handhaving. Een van de belangrijkste issues van handhaving over de hele linie is dat de verkeerde mensen het beleid rondom handhaving vormen. Juristen hebben grotendeels op dit moment heel veel te zeggen over handhaving. Juristen zijn vriendelijke mensen, ze kennen prima droge moppen, ze hebben een hoge alcoholtolerantie, maar ze kunnen geen handhavingsbeleid vormen, want daar zijn ze niet in opgeleid. Handhavingsbeleid moet aangestuurd worden door criminologen. Want criminologen betrekken meer factoren erbij dan alleen de regelgeving zoals die er is. Ze betrekken de psychologie, de sociologie, de economische basis daarvan. Ze kunnen meten aan statistieken wat werkt en wat niet werkt. En die achtergrond en die opleiding hebben juristen simpelweg niet. Zij handelen vanuit een bewijskader. Ze handelen vanuit interpretatie. En als je een alleen een hamer hebt, dan zie je overal een spijker in. En dat is waarom zoveel blijft liggen als het gaat om handhavingsbeleid. Handhavingsbeleid moet aangestuurd worden door criminologen. Econoom Wonnie Boudou stelt dat de lokale banken geen klimaat ontwikkelen voor de kleine man die dollars wil kopen. Ze stelt dat andere overheidsbedrijven zoals energiebedrijven zelf valuta eisen, wat maakt dat de mensen valuta moeten gaan zoeken.